Er is een hele handel en een hele hossel aan de gang met die mondkapjes en handschoenen en alcohol. Maar wat we kunnen vinden, delen we. En voor de mensen die het ook willen weten, die pakketten zijn gratis. Hallo, ik ben Jessira. Normaal is dit een beauty salon. Die is van mijn vriendin. Die heb ik opgeroepen van ik wil eten, drinken gaan inzamelen voor mensen die het nodig hebben. Voor mensen met gezinnen, voor mensen waar het geld later komt. Niet zozeer alleen voor mensen die geen geld hebben, maar ook mensen die gewoon wegen hun gezondheid niet naar buiten kunnen om de boodschappen zelf te halen. Die mensen sturen dan een tikkie en ze krijgen een boodschappentas helemaal gevuld met alles wat ze nodig hebben. Is er veel vraag naar hulp? Ja, heel veel vraag. Ik heb nu in totaal 80 aanvragen. En ik merk dus ook gewoon dat het gewoon echt nodig is. Omdat het gewoon echt een noodkreet is van mensen die gewoon ook uit angst de straat niet op durven of kunnen vanwege hun gezondheid. En omdat iedereen die eigenlijk die dingen niet nodig heeft, dingen voor zichzelf inslaat. Dit zijn allemaal dingen die mensen gewoon zelf hebben gedoneerd? Ja. Dit alles is vanochtend binnengekomen. Ja. En ik doe ook een oproep altijd op social media, in dit geval Snapchat ben ik veel meer actief, om te doneren. En het hoeft niet per se te zijn met geld. Het kan zijn met boodschappen. Het kan zijn door het te delen. Het kan zelfs zijn doordat je naar een slager gaat, bakker gaat, om gewoon te vragen of hun wat willen doneren. Dus elke hulp is mooi meegenomen. Deze kunnen we verdelen. Ja, dat kan. Zijn dichte pakjes. Wil je ons niet helpen, help andere mensen in je omgeving. Want het is heel belangrijk dat de mensen in je omgeving gewoon geholpen worden die het niet kunnen. Maar vermijd contact. Ik ben zo net door die man gebeld en hij vraagt of we langs kunnen komen, want hij heeft echt pijn, hij heeft echt die paracetamol nodig. Weet je wat het is? Ik vind dat als je geld kan uitgeven aan een nieuwe designertas, als je een nieuwe auto kan kopen, als je allerlei dingen kan kopen die er nu in deze tijd gewoon niet toe doen. Ja, ik heb ze ook. Ik heb het ook gedaan. Maar wanneer maak je een verschil is op het moment dat je beseft dat dat allemaal niks meer waard is, eventjes op dit moment. En dat je levens moet gaan redden. En niet dat we levens redden, maar we proberen het wel mensen het zo makkelijk mogelijk te maken, zodat ze de deur niet uit hoeven en mensen moeten eten. Dat is gewoon hetgeen wat belangrijk is. Ik ga nu naar de macro, groothandel, kijken wat daar allemaal nog is. Wat mijn oma altijd zei vroeger, is je laatste jas heeft geen zakken. Je neemt het niet mee in het hiernamaals. Dus wat moet je doen? Op dit moment moet je fondsen en je netwerk en je capaciteit gebruiken om andere mensen te helpen die het minder hebben. Maar hoe laat zijn jullie gisteren gaan slapen? 3:00 s'nachts. Oh my god. Jongere mensen die leveren we later, want we bellen ze gewoon op van ja sorry, we komen wel pas om 1:00 vanavond, ja. Maar kunnen we alsnog komen? En dan meestal vinden ze het natuurlijk, zijn ze al lang blij. Maar dat doen we dan wel, omdat overdag doen we de boodschappen. Nou, allemaal helpen elkaar een handje en stay safe.